Neven mij staat daar Frans Baudelier. 10 jaar heemkunde vereniging de Oude Kapel, Le Mierge. Frans, wat had een groep lui bewogen om die 10 jaar geleden te starten? Nou, 10 jaar geleden, toen waren we met een groep mensen bijna op het Sicilia-feest van het kerkelijk zangkoor, CCK 74. En toen wordt eigenlijk het idee geboren door Margot Hofman-Ruiters om een heemkundekring in Le Mierge op te richten. Nou, daar zijn we met een maand of 6, 7 zijn we gestart. En de eerste voorzitter, dat was Herman Ernes. Die had toen eigenlijk een beetje dat initiatief genomen. En bij hem thuis hadden we ook altijd de vergaderingen gehad. En toen zijn we begonnen eigenlijk met een boekje te maken als eerste aanzet. En naar de hand zijn we begonnen dus met de themaavonden te maken. Frans, die senior had natuurlijk had er heel veel werk gedaan en hier is een tentoonstelling nu met foto's, met alle attributen en zo. Vertel eens even wat we hier allemaal kunnen zien. Nou, voorhand hij ongeveer nu een 500 foto's die we voor het grootste gedeelte uit eigen archief vond. Die foto's die gaan over Holzet, Harles, Mameles, Oud-Lemiers, Lemiers en ook een gedeelte nog van Duits-Lemiers, dat gehoort er ook bij. En we handwerken bestreken eigenlijk het postcodegebied van Lemiers 62-95. De foto's die handen ingedeeld in categorieën, verhandig iets over de oorlog, verhandig iets over de scholen. De school, de lagere school, die is dit jaar gesloten geworden en voor veel mensen toch nog een beetje nostalgie om zich terug te zien op die foto's. Oude foto's van de O-school, wie ze gebouwd is en wie ze afgebroken is. Foto's van het kasteel, foto's van de kapel. En ook foto's van, de kerk van Holzet en wat Harles, oude gebouwen. En van de verenigingen uiteraard ook. De hand voor een selectie goed gemaakt en ongeveer 500 tot 600 foto's wat hier ophangen. 90% is ons eigen archief en 10% zeg maar die hand van mensen te leen gekregen die had gezegd. Nou, we willen u die geven, verscannen die foto's en geven die wel fijn aan de mensen terug. René Kriemer, ook bestuurslid van de heemkundekring de Oude Kapel. René, landbouwwerktuigen zien de geestoren, vertel ons het erover. Ja, we hebben geprobeerd op deze tentoonstelling te kijken naar wie de landbouw de laatste 60 jaar gegaan is. Vanaf de landbouw, we willen eigenlijk een verbinding maken tussen de Tweede Wereldoorlog en het gebeuren van het gebruik op dat moment. Van wie de landbouw is ontstangen de laatste 50 jaar. En daarin met voorbeelden van als een eg en een ploeg en een kleine tractor. Die uit de Marshall hulp kunt om daar uit te beelden wie het eigenlijk 50 jaar geleden. Lekkers meegebracht in je tas. Ja, wat heb ik hier meegebracht? Ik heb een vis meegebracht. Ja. Dit heb ik eigenlijk, we hebben meer koper nodig. Maar ik zal het wat even uitleggen en een beetje wat voor de garnituur. Dus we hebben gewoon veel graten en kop nodig voor. Ja, om een beetje voor bouillon te maken. Dus we gaan vandaag vissoep maken, Russische vissoep. En hoe heet dat in het Russisch? Dat is oega. Oega. Eigenlijk als je in het Russisch vertaalt, het lijkt op oega, betekent oor. Maar het is niks met oor te maken, dus ik weet niet waarom dat is, maar het is gewoon de naam. Ja. Dus ik heb het dit meegebracht. Ja. Daarna hebben wij. Het is wel grappig dat je die vis uit, uit hier, uit de Slenaken hebt gehaald. Ja, maar niet uit Rusland. Nee, maar het is wel leuk. Russisch met Limburg gekomen. Ja, precies. Dan wortels hebben wij nodig. Ja. Een ui. Ja.
Ik heb ook een Keltische zout meegebracht. Oh, lekker. De peper. En een aardappel hebben wij nodig. Mm-hmm. Zuurcreme, maar dat hebben wij aan het eind als we klaar zijn. Ja, voor te garneren, zeg je. Ja. 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 Dan hebben we kruiden. Ook om te garneren. Ja, om te garneren. Ook eventueel ook in de soep doen. En misschien ook daarna voor de decoraties. Ja, en zo. Voor de smaak. Maar het is eigenlijk ook voor de smaak ook lekker in de soep doen. Ja. En ja, een beetje wat voor bouillon kunnen we misschien ook gebruiken. Oké, een beetje smaakversterker. Ja, dus we kunnen kijken of dat nodig is of niet. Meestal eigenlijk, vroeger had ik het nooit gebruikt, alleen de vis. En dat was voldoende. Dus oké, dan gaan we vandaag ook niet gebruiken, toch? Ja, we kunnen proberen. Kunnen altijd gewoon natuurlijk, hè? Ja. Gewoon natuurlijk op een natuurlijke manier koken. Want ik begrijp dat jij ook... Want waar kom je oorspronkelijk vandaan? Ja, ik ben Russisch, maar ik was in Kazachstan geboren. Ja. Het is een Aziatische land. Ja. Dus ik heb met verschillende culturen opgegroeid. Ja. Ik pak even ondertussen wat water, vertel lekker verder. Ja, ja, ja. Ja begin eigenlijk. Je begint met de vis. Jij moet het koken. Ga jij dat doen? Doe jij het eerst? Oké, ik zal het doen. Ja. Nee, ik doe gewoon in het water. Ja. Ik weet niet hoe lang dat wij dat... Nee, dat goed, dus we hebben eigenlijk koper nodig, omdat het is meer smaak van de koper om een bouillon te maken. Daarna, ik denk dat ook een staart, dat er ook meer boter zit erin. Ja. Ja, ik heb ook een stukje zalm, ik denk dat ook voor de smaak kunnen we het ook gebruiken. Ja, we kunnen de zalm ook straks als garnituur doen. Is misschien lekker dan. Oh ja, dat is fijn. Ja. Dan doen we misschien nog een stukje van... Zal ik alvast ook wat wortel en ui erin doen voor de smaak? Of doe je dat ook als garnituur? Ja, nee, ik denk dat is de beste. Misschien wil je één ui, de grote, moet je gewoon de gele doen. En dan ook de gele wortel erin. Okay. Dan is het voor de smaak en voor bouillon. En waar komt het gerecht eigenlijk als oorsprong vandaan? Zeg maar, waarom die mannen, wat je vertelde, gaan vissen? En dan eten ze dat ook direct op, want het zijn zoetwatervissen. Ja, de bedoeling is omdat ze zo snel gemaakt eigenlijk. Als de mannen vissen en ze hebben één of twee visjes, en dan denken ze, oké, ze hebben honger. Dat, meestal moet je zo lang wachten tot je iets vangt. En dan begin je te koken. De water staat op de vuur. Ja. En dan ze doen de kopen in en de staarten. Ja. En dan is het begin al koken, maar ze zijn bezig nog met meer visjes te vangen. Dus het is eigenlijk... Dus ze maken het is gewoon eigenlijk een opbouwend gerecht. Ja, zoiets. Dat, vooral zitten ze als het regent, dus het regent of niet regent, het is ook... ze moeten blijven vissen, hè. Dus is, anders krijgen ze niet. En meestal zeggen ze dat ze meer vis kunnen vangen als je... tijdens het regen. Ja, oké. Okay. Dus, ja, dus als het regent en toch moeten ze krijgen honger. En dan, meteen hebben we het warme soep. Dat is de bedoeling. Aha. In aardappel nodig. Ja. Als dit klaar is eigenlijk, ik weet niet, misschien een 15 minuten moet het nog borrelen, koken. Ja. En dan doen we het uit, dat het vlees niet helemaal kapot is. Dan doen wij aardappel in en dan worteltjes in. Ja. En dan nog wat 10 minuten voor koken en daarna weer vlees. En doe je dan een speciale vormsnede of is de... Nou, hoeft niet. Eigenlijk, daar hebben ze geen tijd om het zo te doen. Ze doen gewoon de hele aardappel. Oh, oké. En dan valt die koekje in elkaar. Ja, dus wij doen het gewoon, we doen het wat mooier snijden. Ja, dat is wat mooier. Trouwens, je hebt ook kruiden meegenomen. Zal ik ook wat kruiden erbij doen? Lekker voor de smaak, een beetje kleur. Ja, want ja. Ik begreep dat die soep een beetje kleur moet hebben. Ja, dat is... eigenlijk zoveel mogelijk kruiden is het beter. Dan hebben we ook meer kleuren, meer smaak, meer kleuren. Ja, we doen erin peterselie, hè? Ja. Uiteindelijk ben je in Nederland, of uit de basis Franse keuken, doen we niet te lang de vissoep koken, want dan wordt die tranig, dan gaat die zo, wordt die bitter. Dus wij laten hem maximaal maar, dan is het echt lang, een anderhalf uur maximaal maar opstaan. Ja, dat is zoveel mogelijk, dan krijg je een beetje wat kleur.
Vertel eens even trouwens wat je, ja, hoe je hier terecht bent gekomen en wat je dagelijkse werkzaamheden, bezigheden zijn. Ja, in Nederland. Ik ben al hier 7 jaar. Ja. Ik heb ooit Nederlandse man ontmoet in Wales, in Engeland. Ja. Ja, dat was de reden dat ik hier gekomen. Okay. Ja. En wat doe je nou in het dagelijkse leven eigenlijk gewoon? Ik ben voedingsdeskundige en leefstijlcoach. Oh, leuk. Ja. Dat is wel heel erg toepasselijk. Ja, ja, precies. Ja. Als je vraagt voedingsdeskundige, maar ik hou niet van koken. Okay. Eerlijk zeggen. Maar je moet wel mensen leren gezond te eten. Ja. Dan gooi ik die afvalkontjes nog erbij. Dat is alleen maar extra smaak. Oh, oké. Okay. Zouden die even, anders in een bakje doen, even op water zetten? Okay. Ja. Wat doen we met het stukje vis dat over is? Nu? Ja. Normaal gesproken, je kunt het nog daarbij doen. Ja. Misschien is het te veel. Mag ik even lepel? Mag ik even kijken? Een lepel, ja, hier. Ja, ik ben wel erg benieuwd naar die oega. Oega, 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 ja. Oké. Okay. Oh, krijg een beetje wat kleur. Ja. Dat ruikt heel lekker. Elena, omschrijf de Kazachstaanse keuken. En het lijkt mij een eenvoudige, sobere keuken eigenlijk. Ik zou het echt niet zeggen. Het is echt een eenvoudige keuken. Omdat ik dacht, ja, welke gerecht zou het maken hier? Wat iets snels, gezond lekker. Eigenlijk, eerlijk gezegd, je moet 2-3 uur aan de keuken staan om iets te maken. Ja. Dus het is helemaal niet eenvoudig, zeg maar. Ja, het is dus eigenlijk een beetje vergelijkbaar gewoon toch als met hier de keuken hier of de Franse keuken of hoe kan ik het vergelijken? In Kazachstan mensen eten meer vlees, aardappelen, rijst, zeg maar, en minder groenten. Dus ik kan niet helemaal vergelijken. En mensen eten toch veel meer vetachtige gerechten. Maar komt dat vanwege misschien ook dat het vanwege de temperatuur? Als het toch kouder is, dan heb je natuurlijk. In de zomer is het heel, heel warm. Ja. En in de winter is het heel koud. Ja. Dus ik weet het niet, het is gewoon een gewoonte. Ik denk cultuur, het is andere cultuur. Ja. Omdat vroeger, toen ik daar woonde, het was lang tijd geleden, 15 jaar geleden. Ja. Om vlees te halen, je moest naar de markt gaan. Vlees kopen, daarna ga je met de bus. Toen had ik geen auto. Het was echt eenvoudig. Ja. Moest ik naar de keuken komen om stukjes snijden. Ja. Wat voor soep, wat voor andere gerechten enzovoort. En dan begin je met de koken. En dan als je fulltime werkt, dan heb je geen tijd om drie uur staan om te koken. Dus jij doet het van tevoren, voor de hele week, iets soep of zoiets voorbereiden. Dus het is echt niet eenvoudig. Dus het is eigenlijk gewoon, je koopt grover stukjes, meer bewerkelijk, meer voorbereiding. Ja. Ja. Okay. Ja. En je doet voor de hele week vlees, voor deze dag, voor die dag. En dan kook wat eens. Ik moest zo de grote pan koken van tevoren. En dat doe je in de koelkast en dan kun je scheppen. Ja, s'avonds of zo eten. Ja, kunnen beginnen voor je gaat met jou een ander gerecht. Dan heb je al soep gegeten. Ja, dat is handig. Je moet ook een beetje peper erbij doen. Oh ja. Beetje iets minder hard koken. Een buitje in deels. Moet ik even helpen? Oh, gelukkig. Zo. Dan gebruik je een andere pan. Oh, dat is eigenlijk, dit is slim. Ik zal deze even weg. Moet bedenken. Ondertussen ga jij de aardappels erin doen. Ja, hè? Zal ik even. Die gaan we gaar koken. En de wortels. Ik ga dan dadelijk de vis gewoon maken. Ja. Ondertussen wat willen vertellen, of heb je nog familie wonen in Kazachstan of ergens? Ja, niet zoveel eigenlijk. Dus mijn ouders zijn overleden, dus ik ga niet zo vaak daar naartoe, maar één keer in 2 jaar of zo. En gaan je kinderen mee dan?
Ja, ik heb ook een dochtertje, ze is 5 en ja, we gaan nog mee. Ja. En ze vindt het eigenlijk erg leuk, toen zijn we vorig jaar daar geweest. En ze zei, oh mama, mensen spreken Russisch hier, wat leuk. Ze kunnen ja. allemaal verstaan, dus het was geweldig eigenlijk. En jij spreekt ook Russisch en je dochtertje begrijp ik, dus spreekt ook... Ja, we spreken Russisch. Ik spreek Russisch tegen haar en ze spreekt ook af en toe als ze dat wilt. Ja. Maar als het wat niet wil, dat gaat papa wat iets weet, dan zeg maar in het Russisch. Ja, oké. Okay. Oké, okay. En ja, papa spreekt gewoon Nederlands dan? Ja. Die verstaat er ook helemaal niks van? Ja, sommige woorden wel. Omdat, okay. omdat ik spreek meestal Russisch tegen mijn dochter. Ja, oké. Okay. Hij begrijpt ook. Ja, hij begrijpt natuurlijk wel. Woordjes. Ja, hij leert ook niet veel, maar ja. En waarom heb je de keuze gemaakt om Russisch tegen haar te spreken? Ja, dat is extra taal. Ja. Het is voor gratis taal, waarom niet? Ja, nee. Mijn zoon spreekt ook Russisch en fluent Engels. Ja. Waarom niet? Het is makkelijk. Uh-huh. Misschien kan ze niet schrijven en lezen, dat is natuurlijk nee, okay, maar ze kan het niet. Als ze kan met mensen spreken, dat zou prima zijn. Ja, oké. Okay. Nou, ik wou die vissen even kijken. Als die aardappels moeten bijna goed zijn okay. En die wortels. Ja, we zijn al zover dat we dadelijk zo meteen het gerecht kunnen serveren. Wat hebben we nog gedaan? We hebben vooral die overwas heb ik gefileerd. Mm-hmm. En we hadden ook zalm had je meegenomen. Ja. Dus die hebben we eigenlijk in een pannetje met een beetje bouillon. Eigenlijk ja, zacht gegaard, een beetje gepocheerd. Ja, je hebt echt wat iets... Dus het hoeft niet te koken. Nee, het hoeft niet te koken. Oké, okay, dus klaar. En deze ook, hè? Die heb ik al gedaan. We zouden nog wat bosuitjes nog even heel fijn snijden. Ja, dat is ook fijn. Oh ja, dat is goed. Dan doen we dat naderhand rauw op het bord voor te garneren. Ja, ik pak altijd deze kant. Oké. En dan nog fijner als het gaat. Oh ja, ik moet even oefenen. Zo is het? Ja. Want anders wordt hij te scherp. Ja. Oh, je hebt echt een scherpe mes. Moet je even stoppen? Nee. Oh. ondertussen ga ik op het bord opmaken. We hebben hier in de aardappel en de wortel gegaard. Die gaan we gewoon lekker speels in het bord traceren. Je mag het met een soeplepel doen, maar je kan het ook met een schuimspan doen. En een lepel met gaatjes erin, hè. Dat is het makkelijkste. En gewoon lekker los. Is dit eigenlijk trouwens een maaltijdsoep of is dat gewoon... Nee, het is meer als voorgerecht. Ja. Of als jij met voldoende brood eet, dan heb je gewoon de serie voldoende. Ja. Nou, ik ga nou de borden opmaken, maar je hebt me eigenlijk wel een interesse gewekt over hoe je... Ja, je bent lifestyle coach, voedingsdeskundige. Vertel eens wat meer over het werk. Wat voor soort mensen krijg je? Wat willen ze van je weten? Ja, de meeste mensen die naar mij komen, ze willen meer energie krijgen. Mm-hmm. Het is eigenlijk van veel mensen die dat probleem hebben. En... Of overgewicht, ze willen een paar kilo's kwijtraken of meer. Dus ik begeleid ze op een gezonde manier te eten en meer bewegen. Ja. En dat ze krijgen meer energie en ze kunnen afvallen ook. Ja, ik vind het eigenlijk erg leuk als ze dat met groepsmensen doet. En dan ze beginnen te lachen en met elkaar verschillende tips te geven en afspreken hoe ze dat kunnen bereiken. En, ja, leuk. Af en toe vind ik het gewoon grappig dat mensen moeten straf geven. En ik zeg, als jullie wat niets krijgen, niet kunnen goed resultaat bereiken, dan allemaal krijgen een straf. En dat werkt eigenlijk. Dat ze proberen dat omdat ze niet schuldig zijn, maar toch iemand sociale, anders moet sociale druk. Ja, dus dat vind ik erg leuk. Ja. Ah, dat is wel heel interessant. En je geeft dat 1 keer per week? Of, Ja, meestal dat komt 1 keer in de week. Ja, dat is voldoende. En dan hebben ze 1 week om dat te oefenen, zeg maar, om het te leren. En dan gaan we het verder, ja. En hoe kunnen mensen jou vinden? Ze moeten kijken naar slimlinelimburg.nl en ze vinden mij. De website is het makkelijkste. Oké. Okay. Ja. Er wordt ook via veel van mond-tot-mond reclame? Of? Oh ja, dat is de beste natuurlijk. Ja. Als mensen tevreden zijn, dan komen ze zeggen aan de anderen, dat is de beste.
Zoals als jij, als je zo doet, als ik zie hoe de presentatie is, het is geweldig. Ik zou gewoon met de grote lepel inschillen en dan gewoon eten. Ja. Maar als het zo is, wauw, dat... Ik zou nooit nadenken... Over de presentatie. Ja, dus zo moeten eten. Dat is ja, zien doet eten, zeg maar. Toch? Ja, natuurlijk. Wauw. En hoef je geen meer bouillon in te doen? Ja, dat kunnen we, nou, kunnen we nog... Het is meer, meer hoofdgerecht dan soep, zeg maar. Ja. Ja, we kunnen wat bouillon nog erbij doen. Dus, Ja, het ziet er echt lekker uit. Oké. Zo, smakelijk. Dan gaan we eens lekker ja, proeven. Dankjewel. Van het vissoepje. Met de gulden als vooral. Ja, dat is heerlijk. Ja, lekker bouillontje. Ja. Lekker. En ik vind het ook een goede combinatie als je verschillende soorten vis kunt gebruiken. Dat is fijn. Ik vind het ook wel fijn dat ik wel wat meer weet over de Kazachstaanse cultuur. En ik heb het in ieder geval heel erg leuk gevonden vandaag. En jij? Ja, ik vond het erg leuk. Ja, ik heb ook wat iets geleerd. Hoe kun je vis maken voor de soep? Normaal zou ik gewoon een stukje vis gooien. Alles En van alles. Ja, maar dit is wat anders. Ja. Mm. Wil je misschien nog een lekker stukje brood erbij? Met chiazaden? Ja, chiazaden. Ja, dat is nu een boom natuurlijk. Hè. Dat is een superfood. Ja, je weet er alles van. Hè. Ja, lekker. Ja, hopelijk wordt mijn volgende klas ook zo heel erg leuk. Ja, ik heb het ook, ja. We staan hier in de Wittemer wijngaard, de oude wijngaard van Schepel, die in 1970 de stokken hier neergezet heeft. In 1999 hebben wij de wijngaard overgenomen, in beheer gekregen in feite. En in 2000 hebben we ook het eerste wijnfeest gevierd. En dat kwam omdat we dus eigenlijk de wijn vanaf de berg naar het dorp gebracht hebben. Het aardige is dat nu het wijnfeest echt van het dorp is. En ik ben nog als enige wijnboer eigenlijk over van de wijnboeren die mee zit in het organisatiecomité. En dat is eigenlijk de charme van Waalwieler eigenlijk. Je hoeft maar bij elkaar te staan, je hoeft maar een idee te hebben. En ja, de mensen gaan erachter staan en je hebt een feest. En vandaag vieren we al voor de 15e keer het Waalwieler wijnfeest. Eigenlijk uniek. En zoals meer dingen hier in dit dorp uniek zijn. En ook met alle ups en downs. Er is altijd ook wel wat herrie. Maar het komt altijd toch wel weer op zijn pootjes terecht. En dat is eigenlijk de sterkte van Waalwieler. He, helemaal geen voorzieningen. He. We hebben zelfs geen flappentap meer, maar die hadden we al nooit. He. Maar je kon het geld hier toch niet uitgeven. Maar de leefbaarheid is hier ten top. Op haar kop, bij de universiteit. Zo de bommen vol met volk, en zie worden de tolk. En ze praten, vroeg de allerhandje door gij, vroeg het hummen van mijn lief, wat ik dacht en wat ik deed.
Moskou, de Vriethof en het Kremlin. Vergelijk het al, ogen hoort het open, let wel stom ik al. Ik pak eerst een grote, dan kijk ik wat het uksel is. ...70 ukselen. Dat komt overeen met 16,2% suiker. Dat is dus 162 gram suiker per liter sap. Dan neem ik een kleintje van diezelfde tros. En dan kom ik hier op 84 ukselen. En dat komt overeen met 19,8% suiker, dus dan heb ik het over 198 gram suiker per liter sap. Met andere woorden, een kleintje is zoeter dan een grote. Altijd. Ik heb nu alleen eens verteld dat ze gewoon heel, elk jaar heel helemaal feesten op de wijnfeesten. En dan vroeger of later werd ze een keer gevraagd. Dat is niet waar. Nee, ik heb elk jaar nee gezegd. Ze hebben me elk jaar gevraagd. En hoe heeft ze gezegd van, ach kom, verdunnen de kier. Waalwieler is wien. Als ze hier, ik woon onder. Ik kijk hier elke dag op uit. Elke ochtend als ik wakker werd en verzet op het terras, dan kijk ik voor je boet en dan zeg ik van, wauw. Ja, hier wonen we, wat een voorrecht. Dat is Waalwieler. Wijn is Waalwieler. Jawel. Ja, niet alleen wijn, maar gewoon het hele landschap, de sfeer. Waalwieler is een open dorp. Wil toch gekkeringen uitnodigen? Steed toch open, of ze nu van Enschede komt, of ze nu van Friesland, whatever. Hier ben je allemaal welkom. En dat is Waalwieler ook. En daar huurt zo'n wijnfeest bij. En het trekt ook elk jaar meer lui van door het ganse land die zo gaat hebben van, oh, dit is zo leuk. Hier komt voor truc. En of van een plaatkallen of Hollandskallen. Maakt niks uit. Ja. Ik denk ook dat ze niet enge vingst wat een nog grotere voorvechter is van dit dorp. Ik leef Waalwieler. Ik adem Waalwieler. Als er iemand van Waalwieler is, dan ben ik Waal. Ja, nee, ik ben hier niet geboren, ik ben in Duitsland geboren. Maar ik woon hier vanaf dat ik 3 maanden oud was. Ik ben weggeweest om te studeren, toen heb ik in Hulsberg gewoond. En ik ga gewoon heimwee. En ik zie nu, als mijn zoontje naar school gaat, zie ik de papa's en mama's en die hebben bij mij in de klas gezeten. Dus ik ben niet de enigste, ze komen allemaal terug. Het is wel weer. Wat zullen we drinken? Wat een dorst! Er is genoeg voor iedereen! Dus drinken we samen! Ja, drinken we samen! Hij bestaat al 15 jaar. We hebben nu in totaal 3 keer met gedaan. En we hebben, ik geloof dat de laatste keer, de voorlaatste keer dat we heen waren, was het van 4 jaar geleden. En ja, ze hebben gevraagd of ik dit jaar, of er heen met onze wien wil zo staan. Ja, tegen gezegd natuurlijk.
Wat brengt dat voor een wijngaard om hier te staan? Nou, het zal zeker bekendheid geven aan de wijngaard. Want de Michelin nummer gaat, in ieder geval gaat voorop een stickers heen. En die nemen ze met. En ze weten, daar kunnen ze de website op, van de wijngaard op vinden. En via de website kunnen ze informatie krijgen. Je moet allemaal eerst spelen op wat er wijngaardig heet. En daarmee moet ze werken en zo moet ze dan de wijn maken. En dat kan één jaar zo uitvallen, het andere jaar zo. Maar in grove lijnen is het natuurlijk de pluks, goed materiaal, geen rot, geen ontstelen en pletten, geen inweken, geen persen, troebelstoffen eruit halen en dan de gist, bis ze met de witte 2 dagen verder. Met de rode wijn. Hetzelfde pletten en ontstelen en dan deze dus de gist erbij en dan komt de kleurstof weer door de alcohol uit de schillen gehaald en zo kies je dus rooiwijn. En dat is een ander proces wie witte wijn. Ik maak rooiwijn en rosé en rosé is weer een ander verhaal. Als ik dus een zwakke kleur rood heb, wie bij de Pinot Noir, dan tap ik na een dag schilgisting, tap ik gaat van het sap af en dan heb ik een rosé sap en de schillen blijven dan op minder sap zitten waardoor dat de restwijn met die schillen dieper in kleur werd. En dat afgetapt product, in Frankrijk noemen ze dat ook ader laten, dat werd dus de rosé later. We hadden dit jaar een hele grote bedreiging, de Aziatische fruitvlieg. Het werd immer moeilijker om, rode, vroege soorten te kweken. En dat merken van hoe dit jaar al heel snel. Het kan op 2-3 dagen kan die fruitvlieg erin vallen, bis alles kwijt. Is dat preventief niet gaat aan te doen? Ja, dat is nog niet allemaal goed bekend. Maar met name het rode, de rode druiven. En dat betekent eigenlijk dat er een hele grote moeilijkheidsgraad bij de rode druiven gaat ontstaan. Witte druiven zijn minder aangetast. Tot nu toe. Zet ze dan even de bier bij Koningin 2015. Dat moet je eigenlijk gewoon staan. Dat moet je nog even bewaren, dit. Hè. Dat mag een lieve kinder. Ons hier werden wieder wein. Ons hier werden.